Let's give a nice and warm welcome to our next speaker. They're nearly there. So, Jules, whenever you're ready. Right, so let's greet our speaker. And Jules, if I may ask you, so topic of your talk will be Drupal and accessibility. So one question, how many sleepless nights did it cost you to compile all of this, to gain this, gain this knowledge? It must be about 20 years multiplied by 365. about right. Well, yeah. Then in that case, please do share your wisdom with us. Yeah. My talk will be in Dutch. Yeah, I know that. Welkom. Ik ga het houden over digitale toegankelijkheid en een beetje over Drupal. Ik ga met name... En dan laat de techniek me in de steek. Ik ga me bezighouden met de volgende onderwerpen. Kort kennismaking rondom digitale toegankelijkheid. Ik ga het hebben over de wetgeving. Er gaan dingen veranderen voor een aantal branches. Voorbeelden van toegankelijkheid laat ik zien. En een stukje, ik ga wat vertellen over toegankelijkheid en Drupal. Nou, ik ben Sjoe Ernst, ik kom uit Rotterdam. Geboren en getogen. Ik ben ZZP'er, heb een bedrijf dat heet 200 OK. En vanuit dat bedrijf geef ik trainingen, presentaties. Ik adviseer zowel de organisaties die een toegankelijke website willen hebben, als bouwers die iets met toegankelijkheid willen doen. Ik onderzoek ook websites op toegankelijkheid. En soms bouw ik zelf ook nog wel eens wat. Om gewoon feeling te houden met de techniek. En daarnaast ben ik ook nog dataverzamelaar. Ik verzamel data van overheidswebsites. En daar gooi ik allerlei toeltjes overheen. En dan weet ik ongeveer hoe goed Nederland het doet qua toegankelijkheid. Digitale toegankelijkheid. Dat gaat over vier principes. Waarneembaarheid. Kan je het waarnemen? Als je blind bent, kan je dat op een andere manier, de informatie waarnemen. Is het bedienbaar? Is het begrijpelijk? En is het robuust? Werkt het op elk mobieltje? Werkt het in elke browser? Werkt het überhaupt? Nou, wie heeft er wel eens op een perron gestaan en dit bericht wel eens gezien? Ik wel. Ik woon aan een stationnetje dat heeft twee sporen. En ik stond een keer op dit perron. En er stond een let op omroepbericht. En die trein, onze trein kwam er niet. En het duurde een eeuwigheid voordat de trein eindelijk zou komen. Maar op het moment dat de stem, de omroeper, begon te vertellen wat er aan de hand was, kwam er een goederentrein voorbij. En dat bleek dus een goederentrein te zijn die heel lang was. En ook heel rustig langs het station reed. En terwijl die goederentrein langs het station reed, was er in de verte een stem iets aan het omroepen. En aan het vertellen wat er aan de hand was. Nou, toen het laatste wagon voorbij ging, was die stem ook klaar met vertellen. En we hadden dus helemaal niks waargenomen van wat er verteld was. Nou, de huidige borden, daar kunnen ze veel beter de tekst op zetten. Dat kon eigenlijk op deze borden al. Daar kunnen ze gewoon typen wat er aan de hand is. He, dus als je doof bent, dan wil je ook weten wat er aan de hand is. En dan heb je ook niks aan dit bericht. Let op omroepbericht. Nou, wie heeft er wel eens een mobiel gebruik in een zonnige omgeving? Iedereen wel eens, hè? En meestal zet je maar iets feller, waardoor die dus sneller leeg gaat. En wat je natuurlijk wil is dat
Sommige websites worden zodanig gebouwd dat ze zo licht zijn dat je je scherm nog lichter moet zetten om alle tekst te kunnen lezen. En ik kom wel eens websites tegen, die kan ik dan nog steeds niet lezen. Ja, maar ogen worden slechter. Dus zorg er ook voor dat je voldoende contrast gebruikt, zodat iedereen profijt heeft van die website. Nou, dan heb je ook nog wel situaties waarbij je je muis niet kan gebruiken. Onlangs hoorde ik of zag iemand die had een iMac. Ik heb zelf een Windows machine. Maar die had een iMac en zijn muis moest opgeladen worden. En toen bleek dus dat het ladertje, dat kabeltje, dat moest je aan de onderkant van de muis doen. En als je die aan de onderkant van de muis doet, kan je die muis niet meer gebruiken. Dus dan moet je met het toetsenbord verder. En gelukkig, als we kijken naar Windows en naar een Mac, je kan alle computers zonder muis volledig bedienen. Alles is met sneltoetsen en met het toetsenbord bedienbaar. Zo zit een besturingssysteem in elkaar. Die zitten gewoon goed in elkaar. En in websites willen wij heel vaak dat besturingssysteem imiteren. Maar zorg er dan ook voor dat als je het imiteert, dat je ook dat toetsenbord, de toetsenbordbediening daarin meeneemt. Dat tegenwoordig wat minder, maar toen ik ZZP werd, ruim 10 jaar geleden, ben ik ook steeds vaker met de trein gaan reizen, omdat je gewoon lekker in de trein door kan werken. En dat is alles wat je, waar je werk kan doen, daar kan je zelf van profiteren. Dan heb je meer vrije tijd. En dan zat ik dus echt zo te werken met het tafeltje naast helemaal vol en ja, weinig ruimte. En als er dan iemand naast je kon zitten, was helemaal ellende. Dan zit je helemaal zo. Dus dan had je echt geen ruimte meer voor een muis. Nou, wat je hier zag was situationele beperking. Dus een momentopname dat je eventjes bepaalde dingen niet kan. Gelukkig is dat dan ook voor ons, of voor de meeste van ons, heel beperkt. Je kan ook een tijdelijke beperking hebben. Dat is bijvoorbeeld als je je been breekt of je arm breekt of je handen in het verband hebt. Dan kan je bepaalde dingen eventjes niet. Dat is een tijdelijke beperking. En je permanente beperkingen. Mensen die blind geboren worden of die op latere leeftijd blind worden, die kunnen daarna waarschijnlijk nooit meer zien. Nou, en als we het over digitale toegankelijkheid hebben, dan hebben we het dus over de permanente functiebeperking. WCAG, dat is de Web Content Accessibility Guidelines, richt zich op die groep. En je mag ook WCAG zeggen of andere. Nee, ik noem het altijd WCAG, maar iedereen heeft daar zijn eigen kreet voor. Of zijn eigen afkorting. Nou, dit vond ik een hele leuke functievariatie. Dat is een ander ding, een ander woord voor die je kan gebruiken voor functiebeperking. En functievariatie, ik vond het een heel mooi iets. Ik heb er zelf namelijk in het verleden mee te maken gehad. Als je naar een schoenenwinkel gaat, dan wordt er schoenen geproduceerd voor een bepaalde range maten. Als ik een schoenenwinkel binnenkom en ik ga naar de herenmode, dan hebben ze mijn maat niet, nooit. Dus ik word daar al uitgesloten om een mooie modeschoen te kiezen, want ik heb maat 39. En zit je boven 45, heb je vaak ook een probleem, want die maten hebben ze ook niet. Dus er wordt alleen maar voor een beperkte range wordt er schoenen in zijn schoenenwinkel gezet. Dat zien we natuurlijk bij websites ook. Er wordt gebouwd voor die beperkte groep. De meeste mensen die website bouwen, die hebben gezonde ogen, zien goed. Designers die willen vaak de mooiste kleuren gebruiken. Met het minste contrast, want dat oogt het rustigst. Maar het is vaak het minst leesbare. Je moet dus ook rekening houden met die groep die dus buiten die range valt, buiten die variatie. Je moet ook denken aan inclusief design. Iedereen telt mee, zonder extra toevoeging of aanpassing te hoeven doen. Niet heel veel websites, die hebben dan een knopje bovenin. Die hebben hele lichte kleuren gebruikt en als je op het knopje drukt, krijg je een hele saaie zwart-wit website. Dat betekent dus, als ik websites moet onderzoeken en die kleuren zijn niet goed genoeg, dan moet ik altijd naar die saaie websites gaan die zwart-wit zijn. Dus het is heel vervelend testen, dan raak ik al gefrustreerd en dan ga ik nog meer fouten proberen te vinden in zo'n site.
Het is een beetje, vaak is het natuurlijk luiheid of gebrek aan interesse om de kleuren zodanig te kiezen dat ze wel altijd voldoen. Zorg ervoor dat als jij als developer een website aan het bouwen bent, dat je aan tegen die designer zegt van, je wil zorgen voor dat die kleuren goed genoeg zijn, dan hoef je ook dat extra knopje niet te bouwen. En zorg ook dat er meerdere mogelijkheden zijn als bijvoorbeeld een bezoeker gebruik wil maken van de contactmogelijkheden. Je komt heel vaak tegen dat je verplicht een telefoonnummer moet ingeven. Ja, als je doof bent, heb je daar vaak niks aan. En omgekeerd, er zijn ook mensen die willen liefst per se met mail of met een chatbox. Of sommigen houden helemaal niet van een chatbox. Dus probeer die range van mogelijkheden zo uitgebreid mogelijk te houden, zodat je de meeste mensen kan bereiken. Nou, en vanochtend bereikte ons het nieuws dat de Accept Giro is verdwenen. Wie hebt hem vroeger wel eens ingevuld, gebruikt? Heel veel handen, ik ook. Altijd handig. Er zijn in Nederland dus, dan schat ik nog, zo'n 200.000 Nederlanders die hiervan gebruik maakten. En die dat recht nu ontzegd wordt om op die manier hun betaling te doen. Die moeten dus haast verplicht met automatische overboekingen, et cetera, hun betalingen laten doen. Is niet erg, maar er gaat ook heel veel fout. Ik heb bijvoorbeeld een paar jaar geleden, mijn moeder liet altijd haar internet automatisch overboeken. En ze zei op een gegeven moment van ja, volgens mij betaal ik te veel. Maar dat kon ze niet zien, want ze krijgen rekeningen binnen. Dat is allemaal weer digitaal verstuurd door de bank. Dus ik ben dus al die facturen gaan downloaden. Nou ja, dan kon je maar van een jaar terug downloaden. De rest kon je ook krijgen. Maar daar moest je extra voor betalen. En dan kon je dus al die oude facturen ook downloaden. En wat bleek nou? Zowat 3 jaar ervoor had ze een zogenaamde knaldeal gesloten met haar internetleverancier. En ze had dus nog sneller internet dan dat wij hier allemaal bij elkaar hadden. Terwijl ze dat helemaal niet gebruikt. Want ze zit alleen maar te wordfeuten en een beetje te whatsappen. Maar ze betaalde dus wel een waanzinnig bedrag. En had het eigenlijk pas heel laat in de gaten, omdat ze al die facturen niet meer op papier op haar deurmat krijgt. Dus dat hele digitale gedoe, ja, dat is voor heel veel mensen best wel een probleem. Er komt nog bij dat de digitale vaardigheden, dat er dus gebleken is dat er 2,6 miljoen mensen moeite hebben met digitaal bankieren. En dat zijn allemaal dingen waar soms te weinig aandacht voor is. Nou, wij worden allemaal ouder. He, dus de groep die straks digitaal vaardig is en wil blijven profiteren van het internet, dat zijn wij ook allemaal. Alleen wij krijgen allemaal straks slechte ogen, gegarandeerd. Ik dacht ook altijd dat ik goede ogen blijf houden, maar sinds een paar jaar draag ik dus ook met enige regelmaat een leesbril. Omdat ik gewoon alles dubbel begin te zien, wazig begin te zien, et cetera. Nou, die doelgroep moet je gewoon kunnen bedienen en dat ben je zelf straks ook. Dus zorg ervoor dat je nu al toegankelijkheid meeneemt. Hindernissen. Hindernissen maken van een beperking een beperking. En die hindernissen die maken we bijvoorbeeld hier. Er is heel goed nagedacht over die parkeerplaatsen die we hier zien. Sommige mensen die kennen deze parkeerplaatsen denk ik wel. Dit is bij de Erasmus Universiteit. Er is rekening gehouden met mensen die daar kunnen parkeren. Behalve op woensdag, want dan gingen de vuilnisbakken naar buiten. Nu staan er niet zoveel. Maar sommige dagen stonden die plekken helemaal vol met bakken. Dus er is aan toegankelijkheid gedacht, behalve op woensdag. Nou, hier heb je ook zo'n voorbeeld. Dit is een cookie-melding. En ik moest mijn moeder helpen met haar KPN-abonnement. Ik ging even met mijn mobieltje naar de KPN-site om te kijken van, joh, hoe zit dat dan? En ik krijg de cookie-melding. En ik ging scrollen. En wat gebeurde nou? Ik zag onder deze laag, zie ik de content omhoog gaan. Maar die cookie-melding ging niet omhoog. En die knop, die zit hier ergens. Daar kon ik dus nooit bij komen.
En inmiddels hebben ze dat hersteld. Maar er was hier natuurlijk een denkfout gemaakt. Daar heeft iemand waarschijnlijk voor een klein schermpje precies die tekst gemaakt en het knopje. Maar wat ze vergeten is, ik heb op mijn mobiel mijn lettertype een tikkeltje groter staan. Want ik wil ook op mijn mobiel zo min mogelijk mijn leesbril gebruiken. Dus omdat dat lettertype bij mij wat groter was, kwam die knop dus niet in beeld. Er zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet houden. Dus je kan heel mooi designen en heel mooi rekening houden van, oh, het tekstje past precies in het boxje. Maar zodra iemand zijn eigen lettertype gaat gebruiken of een grote lettertype, dan, dan ben je de tekst kwijt. Overigens, zijn er vragen al nu? Dan schenk ik even wat water in. Nou, er is, in Nederland is de, of in Europa is er gelukkig wetgeving. In de EU-landen is men met toegankelijkheid bezig, met digitale toegankelijkheid bezig. Maar in ieder geval deze wet, wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. En eigenlijk zegt dat al dat je mensen niet mag discrimineren op basis van hun handicap. Dus moet je eigenlijk al toegankelijk zijn. Maar daarbovenop is dus extra wetgeving gekomen, heel specifiek op digitale toegankelijkheid. Die wetgeving is er voor overheden en voor andere organisaties is die er vanaf 2025. Nou, die wetgeving digitale toegankelijkheid. Sinds 2018 is er een tijdelijk besluit bij de overheid. Er is wetgeving in de maak. En het goede nieuws is, die wetgeving die is er 1 juli aanstaande. Dus precies over een maand. Dan is die er eindelijk. Dan is eindelijk de wetgeving erdoor. Maar dat tijdelijke besluit is net zo zwaar, weegt net zo zwaar als de wetgeving die er gaat komen. Dus voor overheden verandert er niks. Ze zijn al sinds 2018 kei en keihard bezig om aan toegankelijkheid te werken. En mensen die voor de overheid bouwen zullen waarschijnlijk wel merken dat die druk ook steeds groter wordt. De druk vanuit BZK wordt ook steeds groter. Wat ik wel bij moet vertellen is, we zijn eigenlijk binnen de overheid al sinds 2006 met toegankelijkheid bezig. En het heeft heel lang geduurd voordat wij zover zijn als dat we nu zijn. Dus dat betekent voor al die andere organisaties die aan toegankelijkheid gaan werken straks, dat het ook nog wel een hele lange tijd zal zijn voordat het goed en goed toegankelijk is. Nou, de wetgeving digitale toegankelijkheid gaat over websites, maar het gaat bij de overheid ook over intranetten en apps. Die moeten ook toegankelijk zijn. En ook apps, die kan je echt helemaal met swipe-bedieningen, alles kan je, als het goed gebouwd is, kan je er alles mee doen. Als het goed gebouwd is. En dat is best nog wel een dingetje, want wat je heel vaak ziet is dat als je de standaard elementen van een bepaald besturingssysteem gebruikt, werkt het gewoon goed. Maar ik zie ook wel eens dat er mensen zijn die op een Android-app proberen de datumselector van een iPhone na te maken. En dan ga je de mist in. Nou, dan hebben we de Europese toegankelijkheidsakte. Die is in ontwikkeling. Er komt Nederlandse wetgeving voor de Europese toegankelijkheidsakte. En dat gaat over producten en diensten die mensen met een handicap in staat stellen volledig te participeren in de samenleving. Wat betekent dat? Dat hard en software van pc's en mobiele apparaten toegankelijk moeten zijn. Nou, voor de meeste apparaten geldt dat al. Het zijn meestal Amerikaanse producten. Die zijn meestal al van standaard toegankelijk. Omdat in Amerika de eisen gewoon wat hoger liggen. Als je daar niet toegankelijk bent, dan krijg je een rechtszaak aan je broek. In Nederland gaan we alleen maar met het vingertje wijzen. Er zijn nog geen boetes op dit moment als je niet toegankelijk bent. Maar wie weet komt dat nog. Nou, ook geld- en betaalautomaten moeten toegankelijk zijn. Dat is natuurlijk ook best wel mooi. En de nieuwste apparaten met die gele randen eromheen, die zijn volgens mij al heel goed toegankelijk. Als je blind bent, dan kan je volgens mij ergens
een stekkertje insteken en dan kan je ook contact maken met het apparaat. En dan weet je precies wat je aan het intypen bent en zo. Want dat moet je natuurlijk kunnen horen. Bioscoopkaartjes weet ik niet, maar bijvoorbeeld voor het openbaar vervoer, dat komt zo, dan moet het ook, die apparaten moeten ook toegankelijk gemaakt worden. Daar kom ik zo even op. E-books moeten toegankelijk worden en dat gaat vanaf het kopen in de webshop tot aan het gebruik van de e-reader, inclusief de e-reader zelf. Alles moet toegankelijk worden. En wat ik tot nu toe merk is dat er daar nog weinig aandacht voor is. Online bankdiensten moeten toegankelijk gemaakt worden. Met name de betalingen en het bekijken van je saldo. Webshops moeten toegankelijk gemaakt worden. En daarvoor geldt dat niet alle webshops in Nederland of in Europa toegankelijk gemaakt moeten worden. Kleine webshops vallen erbuiten. Het gaat met name om webshops die boven een bepaald bedrag uitkomen per jaar. En webshops van grote bedrijven. Dus als je je eigen huistuin- en keukenwebshopje hebt, dan hoef je niet heel veel zorgen te maken. Maar ik zou het wel toegankelijk maken, want ongeveer 25% van de Nederlanders die hebben een beperking. En dat is dan een groep die je uitsluit en die zouden zomaar allemaal bij je kunnen kopen. Hier hebben we passagiersvervoer inclusief de reisinformatie. En daar zit ook de betaalautomaten bij. Je moet je voorstellen dat de NS die hele mooie gele kasten heeft staan. En in 2007 waren er al ideeën om die dingen toegankelijk te maken voor blinden. Daar kwam ik een jaar of 5, 6 geleden liep ik met iemand mee die blind is en die dus naar de trein wilde gaan, maar niet door het poortje kwam, want dat ding ging piepen. Nou, als dat ding gaat piepen, dan kijken wij wat er staat. Kan hij niet, dus hij hoorde alleen maar van ja, het ding piept, dus er is iets aan de hand met mijn kaart. Dus wij op zoek naar een betaalautomaat en ik ben eigenlijk alleen maar van een afstandje gaan kijken van ja, hoe werkt dat dan? Hè? Iemand die blind is, hoe krijgt hij het voor elkaar dat hij zijn kaart opgewaardeerd krijgt? En dat bleek nog wel een aardig lastig ding te zijn. Want wat hij moest doen was, hij kon dat dashboard niet, of dat die display niet bedienen. Er zat geen touch op waarin hij in de gaten had van waar hij op aan het klikken was. Hij kreeg ook geen feedback erover. Maar er staat boven de kast staat een telefoonnummer. Hij zei, hier staat een telefoonnummer, dat moet ik bellen. En het grappige was, destijds stond daar dus het gewone telefoonnummer op. Tegenwoordig staat het in braille, maar toen stond er gewoon een telefoonnummer op die je moest bellen. En hij vertelde ook van, en dan moet ik wel voor 10:30 of 11:00 zijn, want anders zijn ze weg. Dus als hij na 11:00 met een te laag saldo zat, dan kon hij dus niet meer reizen. Nou, daar gaat je hele zelfstandigheid. Je weet precies hoe je per om moet komen, je weet waar je moet uitstappen, je weet alles. Alleen je kan je kaartje dus niet opwaarderen. En dat zijn dingen die moeten wel geregeld worden. En ik weet dat wij in 2007, 2008 was dat, een idee hadden van joh, als je in de hoeken van het scherm gewoon onzichtbare knoppen maakt waarbij je vooruit en achteruit kan gaan door het scherm. En kan zeggen van, die wil ik hebben. En dan kan je zo je reis kiezen of je kaartticket kiezen. En dan kan je dus dat hele ding bedienen. Dus het was heel simpel op te lossen. Maar dat is er dus blijkbaar nooit van gekomen. Hé, hij doet het. In 2022 moet de wetgeving zijn. Nou, we zitten in 2023. De wetgeving ontbreekt nog voor wat dat betreft. Daar loopt Nederland iets wat in achter. Ik weet ook niet hoe de rest van Europa daarin zit. Ik weet dat bij de vorige wetgeving voor de overheden, dat er ook een aantal landen nog steeds daarop achterlopen. Wat je wel ziet is dat er al beweging is bij bepaalde sectoren. Ik weet dat banken al lange tijd bezig zijn met toegankelijkheid. Ik ben een paar jaar geleden bij de NS geweest, die is met toegankelijkheid bezig. Ik schrok ook wel een beetje van hoe dat zat. Ik ben ook nog een keertje bij de Belastingdienst geweest, daar was ik niet zo happy van. Toevallig ging ik gisteren dus mijn aangifte inkomstenbelasting doen. En wat bleek nou?
Ze hebben een nieuw checkboxje en er stond bij, als je een schermlezer gebruiker bent, moet je dat checkboxje aanvinken. Nou, ik ben geen schermlezer gebruiker, dus ik denk van nou, die laat ik gewoon uitstaan. Dus ik ging naar het volgende scherm en wat bleek nou? Ik kon met het toetsenbord kon ik de helft van de knoppen niet bedienen. Want die hebben ze om een of andere reden uitgeschakeld. Vraag me niet waarom. En ik kon niet terug naar het vorige scherm, omdat vinkje nog een keer aanzetten. Ik moest helemaal opnieuw beginnen. Ik moest zeggen van, nou, gooi je oude aangifte weg en begin een nieuwe aangifte. En wat bleek, als je dat vinkje dus aanzet van, ik ben een schermlezergebruiker, dan kon ik ineens wel alles met het toetsenbord bedienen. En ik was zelf helemaal flabbergasted van, hebben ze dan twee systemen gebouwd? Eentje voor iemand die blind is en eentje voor mensen die met een muis werken. En zijn ze dan die groep vergeten van mensen die kunnen zien, maar geen muis kunnen gebruiken, bijvoorbeeld omdat ze RSI hebben. Blijkbaar zijn ze die groep dus vergeten. En ja, nu kan ik mijn aangifte niet doen. Dus nu zit ik me te bedenken hoe ik daar nou onderuit kan komen. Ik vrees dat ik het ga verliezen. Nou, ook in de zorg, ook iets van, voor de zorg is geen specifieke wetgeving. Die vallen ook buiten deze wetgeving. Maar ik merk wel dat er in de zorg steeds meer aandacht is voor toegankelijkheid. En dat er steeds meer vraag naar is om daar ook ervoor te zorgen dat websites toegankelijk worden. En ik heb in 2017 een onderzoek gedaan naar alle zorgwebsites. En er vielen er maar een paar dingen op. En dat was dat er een oogziekenhuis was, die hadden een heel mooi design van designer grijs, hè, dus lichtgrijs op donkergrijs, dat als je er zo naar kijkt, dat bijna niemand goed kon lezen wat er stond. Ik denk van ja, je zou maar last hebben van je ogen naar het ziekenhuis willen en denken dat het aan je ogen ligt. En een andere website was ook heel opvallend, dat was een website ging over RSI voorkomen. En het grappige was, die website was dus gewoon niet met de muis of met het toetsenbord te bedienen. Toen dacht ik van ja, ze adviseren altijd van joh, als je RSI hebt, probeer zo min mogelijk met de muis te werken. Maar ja, die website moest je dus met de muis bedienen. De Web Content Accessibility Guidelines. Oh. Nou, het is niet zomaar bedacht, het is een internationale standaard. Waar allerlei deskundigen meedenken over hoe de regels in elkaar moeten zitten. Bij het W3C beheerd en een W3C recommendation. En er is een officiële Nederlandse vertaling. Dat is altijd handig, want WCAG lezen is gewoon lastig. En het vervelende is dat toegankelijkheid in het begin al lastig is. En als je dan ook nog eens een keer al die teksten moet lezen, en drie keer moet lezen om het te begrijpen, ja, dat maakt het extra lastig. En ja, dat is gewoon jammer dat er niet gewoon een leesbaar iets is, maar dat is niet anders. Daar hebben we het mee te doen. Ja, dat weet ik ook niks nieuws is, dus je hoeft die data niet te onthouden, maar het is eigenlijk even om een beeld te geven van hoe oud WCAG al is. Die is er al sinds 1999. En WCAG 2.2 komt later dit jaar. Daarbij moet ik wel zeggen dat deze slide al 3 jaar oud is. Het wordt steeds uitgesteld. Maar het vermoeden is dat het eindelijk dit jaar echt gaat lukken. Maar volgens mij heb ik dat vorig jaar ook al een keer gezegd. Ook wordt er gewerkt aan een versie WCAG 3, maar dat is nog heel ver in de toekomst. Nou, WCAG 2 heeft 3 niveaus, niveau A, niveau AA en niveau AAA. Waar wij in principe alleen maar naar kijken, of waar we op test is, niveau A en niveau AA. Dat zijn de 2 niveaus waar we naar kijken. In het verleden werd er wel eens gevraagd, wij willen de minimale toegankelijkheid, dus alleen niveau A hebben. Wettelijk moet je aan die 2 niveaus voldoen, hè, A plus AA. En de vraag om alleen maar aan het minimum te voldoen, die is de haast niet meer, dus daar kijken we dan ook naar. En kijk ook altijd even naar niveau AAA. Er zitten een aantal succescriteria bij. Die zijn gewoon handig om te hebben en om te weten. Een van de richtlijnen die daarin staat is de grootte van het klikvlak.
En ja, als je voor mobiel bouwt, dan is het handig dat als iemand met een trillende hand op een knopje drukt, dat hij erbij kan komen. En als je kleine knopjes hebt, is dat gewoon lastig. Of als de knopjes te dicht op elkaar staan. Dus er staan een aantal dingen bij die je gewoon mee moet nemen. Dat zijn dus geen verplichtingen, maar er staan goede dingen bij. Ga ik jullie even kort wat vertellen over toetsenbordbediening. Voor mij is dit een van de belangrijkste dingen als het gaat over toegankelijkheid. Als ik ga testen, dan test ik hoofdzakelijk met het toetsenbord. En dat is handig, want dan heb ik ook een... Soms zet ik ook een screenreader aan om te horen wat er gezegd wordt. Zodat ik weet van wat er gebeurt. Kan ik dat ook zonder naar het beeld kijken, kan ik begrijpen wat er gebeurt. Maar dat wordt vervelend als je dingen niet met het toetsenbord kan bedienen. Net zoals die inkomstenaangiftebelasting. De doelgroep is iedereen die moeite heeft een muis te bedienen. Blinden kunnen hun muiscursor niet zien. Slechtzienden hebben ook moeite om de muiscursor te volgen. Er bestaat wel een mogelijkheid om natuurlijk je muiscursor op te blazen. Maar dan nog. Maar ook als je trillende of bewegende handen hebt, dan wordt het al lastig om je muis ergens op een knopje te krijgen. Dus dan is het handig als je met het toetsenbord gewoon met de taptoets naar een bepaalde knop gaat. Ja? Wordt daar niet ook nog oogbediening bij? Oogbediening. ja. Oogbediening is ook zo'n voorbeeld waarbij je dus, dan kan je dus met het oog kan je dingen sturen. Volgens mij zijn daar verschillende varianten van. Ik heb wel eens gezien dat je ook een muiscursor dan beweegt. En dan kan je met knipperen, kan je hem aanklikken en zo. Maar dat is eigenlijk gewoon muisbesturing. Maar je hebt ook bedieningen met bijvoorbeeld met de stem. En dan kan je bijvoorbeeld het scherm denkbeeldig in 4 vlakken verdelen. En dan zeg je vlak 4 en dan gaat hij naar dat vierde vlak. Dan focust hij op dat vierde vlak. En dan kan je steeds in het scherm in 4, de 4 deed het steeds klein, totdat je bij de knop bent. En dan zeg je van druk op de knop. En dan pakt hij die knop die op dat vlakje staat. Maar dat zijn toetsenbordbediening is net even anders. Want dan ga je gewoon sequentieel door alle linkjes en alle knoppen door. Nou, met het toetsenbord is het belangrijk van, kan je alles bereiken? Kan je alles bedienen? Kan je zien waar je bent? Weet je waar je bent? Loop je niet vast? Dat je niet verder kan tabben? En is de volgorde logisch? Word je niet van hot naar her gestuurd? Kijk, dat je één keer van rechtsboven naar linksonder komt of van linksboven naar rechtsonder is niet erg, maar als je daarna nog 10 keer heen en weer gaat, dan wordt het echt warrig. Er moet wel een soort logica in zitten. Nou, navigatie via het toetsenbord is vrij eenvoudig, want er zijn maar een paar toetsen die je nodig hebt. Met een taptoets ga je vanuit het adresbalk, ga je de site in en dan zie je jezelf door de hele site gaan, langs elk interactief element, zoals een linkje, een knop, een invoerveld. En zo kan je dus alle onderdelen op de website bereiken, alle interactieve onderdelen. En als je op een knop staat of op een link, dan druk je op enter en dan volgt hij de knop of de link. Nou, de spatiebalk die kan je gebruiken voor bijvoorbeeld knoppen, maar ook voor checkboxes om ze aan en uit te zetten. En met de pijltoetsen kan je bijvoorbeeld door een uitklaplijstje gaan en kan je een item selecteren. Of door radiobuttons, een groep radiobuttons, kan je ook met pijltoetsen bedienen. Nou, het is eigenlijk heel makkelijk, hè? Die toetsen die kunnen we allemaal snel vinden. Hier heb ik een dingetje die... Moet ik even kijken of ik mijn muis erop kan krijgen. Wat je hier ziet is een scherm en de eerste melding op het scherm is de cookie melding. Nou, wat doen we allemaal met de cookie melding? Die klikken we weg, ja. De meeste zullen op die onderste knop... Nee. Oh, er zit geen annuleerknop. De meeste zullen op annuleer klikken. Vraag. Ik sta bovenaan in de adresbalk. Ik ga met de taptoets hier naartoe. In hoeveel toetsen verwacht je eigenlijk dan dat ik bij die oké-knop ben? 1. En nu is de vraag, hoeveel denken jullie dat er te zijn? 5? Wie zegt
Minder dan 10. 5, hè? Wie zegt dat het meer dan 10 zijn? Meer dan 50? Zijn er nog mensen die meer dan 100 durven zeggen? Het blijft toch nog een paar handen overeind. Mooi. Nou, je ziet zo meteen dat ik dus met een muis naar de adresblok ga om even van daaruit de pagina in te gaan. En op een gegeven moment ga ik tabben. En wat er gebeurt is, als ik ga tabben, zit ik achterin. Ik zit nu in het menu. Ik ga nu die menus die klappen niet uit, maar ik zit dus in dat menu. Zit ik van boven naar beneden al die menus af te gaan. Ik zit dus nu achter die pop-up. En ik ben er nog even kwijt. Oh, daar ben ik. Ja. Hier ben ik nu. Kijk, nu ga ik naar beneden. En ik ben daar nog steeds niet geweest, hè? En nu komen we in de footer. Die footer heeft ook een hele mooie lijst met linkjes. Dus wie heeft de spijt dat hij minder dan 10 zei? Ja, ik ben er. En ik heb hem weggeklikt. Het grappige is, ik doe deze presentatie ook wel eens samen met een blinde. En die komt ook wel eens dit soort schermen tegen. En die zit dan gewoon uit te leggen wat hij aan de achterkant ziet. Hè. Die gaat er gewoon het hele menu door. Hij zegt, oh, ik ben nu in het menu en ik klik nu hierop. Terwijl die cookie-melding in beeld is. Dus wij zien niks wat er gebeurt. Wij zien alleen die cookie-melding. Maar die zit gewoon die hele website goed te bedienen. Dus die omzeilt de cookie-melding gewoon. Nou, het is in totaal 170 keer klikken. Ik zie daar een hand. Sorry, ik versta je niet. Ja, de personaliseer zat eronder. Dus als ik nog een keer tap had gedrukt, dan was ik op die personaliseerknop gekomen. Ja, dat dan weer wel. Dus alles was bereikbaar, maar je moet niet vragen hoe. Nou, dit kan iedereen testen. Iedereen heeft een toetsenbord. Even kijken hoor. Dan heb ik nu, dan sla ik deze even over. En gaan we even wat vertellen over Drupal en toegankelijkheid. Nou, ik kan daar inhoudelijk weinig over vertellen, want ik bouw zelf weinig in Drupal. Ik ben wel veel betrokken geweest bij Drupal projecten. En weet daardoor wel wat er allemaal mogelijk is. En gelukkig is alles mogelijk, dus er zijn gewoon websites die volledig toegankelijk zijn. En dat is natuurlijk mooi dat het kan. Want, ik denk dat een jaar of 15 geleden, als we dan een open source CMS pakten en dat moest toegankelijk gemaakt worden, ja, dan hadden we gewoon één groot probleem. Het feit al dat er toen nog veel met tabellen werd gewerkt om alles mooi te stijlen en op de goede plek te krijgen, maakte al dat een website soms niet goed voorleesbaar was. Nou, ik ben dataverzamelaar en ik heb dus ongeveer de data verzameld van ongeveer 12.500 webdomeinen. Dat zijn allemaal overheidswebsites, van klein en groot. En dat gaat over ongeveer 1500 overheidsinstanties waar ik de website van, of de URL van heb. Nou, ik kan met tooltjes uitzoeken welk CMS ze gebruiken. Ik kan het niet 100% eruit krijgen. Maar ik weet wel dat er minimaal 1175 WordPress sites zijn en 612 Drupal sites. Je ziet al, als het gaat om de unieke domeinnamen, dat WordPress voorloopt op Drupal. En je hebt natuurlijk ook nog Typo3 en Joomla. Joomla waarvan ik eigenlijk al vergeten was dat het bestond. Maar het leeft nog steeds in overheidsland.
Het aantal overheidsinstanties wat gebruik maakt van WordPress is heel groot. Van Drupal wat kleiner, van 700 en 439. En Joomla en Type3 zijn ongeveer 200 overheidsinstanties die een website hebben in die smaak. Maar dan heb je ook de hoofdwebsites. Hè? Gemeentes en provincies en waterschappen, die hebben een hoofdwebsite, hun belangrijkste website. En daar zie je dat Drupal wel marktleider is. Daar zie je Drupal echt bovenaan staan. Met een goede tweede plek voor Type3. WordPress zie je wat minder, maar WordPress is eigenlijk pas een paar jaar aan de weg aan het timmeren. Met name in gemeenteland. En daar zie je ook wel best wel goede websites tevoorschijn komen. Dus wellicht dat ze, meer markt gaan winnen. Maar het lijkt het laatste jaar lijkt deze combinatie een beetje een vaste trend te worden. Je ziet weinig verschuivingen zie ik plaatsvinden. Nou, en dan heb ik overheden moeten een verklaring aanmaken bij hun website. En zo'n verklaring moet aan bepaalde eisen voldoen. En daar heb je een website voor, toegankelijkheidsverklaring.nl. Daar kunnen ze een verklaring aanmaken. En ik heb daarin gekeken, vergeleken met mijn database van wie hebben er allemaal welk CMS. En het blijkt dus dat er in ieder geval 13 websites zijn die de status A hebben. De status A betekent dat de overheidsinstantie een toets heeft laten doen op die website. En dat die website dus nul problemen, nul toegankelijkheidsproblemen heeft op het moment van testen. Ik zeg altijd op het moment van testen, want morgen kan er maar een webredacteur weer iets raars doen en dan kan je weer een probleem hebben. Maar als je kijkt naar de kwaliteit van die sites, dan zijn ze gewoon heel goed. Nou, er zijn 110 websites die hebben een status B. Die zijn dus onderzocht en die hebben één of meer issues. Ik heb niet gekeken naar de hoeveelheid issues. Dus ik kan ook niet zeggen dat dat hier goede of slechte kwaliteit bij zit. Maar ik weet wel dat overheden er steeds meer aandacht op hebben. En dat betekent dus dat straks al die B-statussen ook naar A gebracht moeten worden. En van 26 is onbekend. Die zijn dus niet onderzocht. Daar weten we dus niet van hoe toegankelijk ze zijn. Nou, ik heb zelf alle websites door een tool gehaald. Dat heet XXCore, heb ik op mijn computer staan. En daarmee kan ik een URL opgeven. En dan krijg ik terug hoeveel fouten er op die website gesignaleerd worden. Nou kan een automatische toets ongeveer 20-30% van de problemen herkennen. Wat een, ten opzichte van wat een mens kan herkennen. Maar dat betekent dus dat als er één fout in zit, dan zou ik die dus ook zien. Dus dat is altijd al niet goed. Maar er zijn er toch al 69 websites die al met nul fouten doorheen komen. En er zijn er 38 met één fout. En dat is kwalitatief gezien best wel goed. Want als je dit zou gaan vergelijken met andere marktgebieden waar nog toegankelijkheid nog niet de aandacht heeft. Ja, dan kom je al gauw bij websites waar 10 tot zelfs 100 problemen voorkomen alleen op de homepage al. Dat waren mijn cijfertjes. Heeft iemand daar nog vragen over? Dan ga ik naar. Ik heb Mike Gifford gevraagd van, joh, als ik hier aan het praten ben, wat moet ik jullie nog meegeven? En die heeft mij drie tips meegegeven. Mike Gifford houdt zich met toegankelijkheid bezig binnen Drupal.org, met name binnen de core code. En toevallig was hij dit jaar weer in Nederland, dus een heel toeval. Nou, dat is geen toeval. We hebben elkaar weer gesproken. In de Drupal Core, als je bij de issues kijkt, dan zie je ook tags staan. En er staat accessibility bij, er staat WCAG. Maar er staat ook WCAG met een succescriterium bij. Dus je kan ook, als je dat ziet, hè, WCAG, bijvoorbeeld in dit geval WCAG 312, dan kan je dus naar het succescriterium gaan. En dan weet je ook precies wat het probleem is. En wellicht kan je ook bekijken wat de oplossing is. Dus ben je met de core code bezig en kom je die tag tegen, kijk dan ook in WCAG om te kijken van ja, wat is dan het precieze probleem. En haal er een expert bij desnoods om te kijken van hoe je dat kan oplossen.
Maar het is heel mooi dat er dus in de core code al aan toegankelijkheid, net toegankelijkheid werd gekeken. Dat was 10, 15 jaar geleden was dat nog, ja, dat was een soort utopie. En nu is het haast standaard bij heel veel open source CMS'en. Bij WordPress weet ik dat het de hele tijd goed ging totdat Gutenberg binnenkwam. En toen was ineens alles, viel alles ineens om. Dat was wel jammer. Maar bij Joomla weet ik dat ze ook bezig zijn met toegankelijkheid. Dat was daar 2 weken geleden. En ja, die probeert dat ook steeds meer te embedden in, zeg maar in de core code zelf. Wat natuurlijk heel goed is. Want dat betekent dat je niet meer om bepaalde problemen heen hoeft te bouwen, wat je 10, 15 jaar geleden nog wel moest doen. Nou, dan heb je Editorially, de Accessibility Checker. Dat is een automatische check. En het aardige is, een webredacteur die kan gewoon zijn content opbouwen. En die ziet ook gelijk op het scherm wat er misgaat. En dat is natuurlijk heel handig, want jullie kunnen een goede website gebouwd hebben, maar zodra dus een redacteur daar driftig dingen gaat lopen editen, ja, dan wil je natuurlijk dat het heel blijft. En hij controleert ook alleen maar het contentdeel, hè? Dus de header en de footer en zo, dat slaat hij allemaal over. Het gaat echt puur en alleen om het contentdeel. En tenslotte zijn er de Accessibility Office Hours. Dat is een online Google Meet. Daar beantwoorden ze vragen rondom toegankelijkheid. Maar dat willen ze ook online, real-time, met je projecten reviewen. Dus als je met het project bezig bent en je loopt tegen toegankelijkheidsissues aan. Je hebt bijvoorbeeld een moeilijk probleem waarbij je grafieken naast elkaar wil zetten en ze met elkaar wil laten vergelijken. Dan kan je daar bellen. dan kunnen zij jou daar advies geven. Ik heb even gekeken wat die office hours zijn. En volgens mij zijn ze heel gunstig. Google vertelde mij dat het om 3 uur 's middags was. Dus dat is wel heel goed. Ik heb wel eens contact namelijk met iemand in Japan. En daar zitten we altijd buiten kantoortijden met elkaar te praten. Want als wij naar bed gaan, staan hun op en omgekeerd. Dus communicatief lastig. Hoeveel tijd heb ik nog? 10 minuutjes volgens mij, 5. Aanpak bij nieuwbouw. Houd altijd rekening met toegankelijkheid en begin er in een heel vroeg stadium mee. Dus zodra het idee komt van er moet een website komen, of zodra je hoort van mijn klant wil een website hebben, zorg ervoor dat toegankelijkheid dan al meegenomen wordt. Want hoe eerder je het meeneemt, hoe minder kosten je achteraf hebt. Achteraf verbouwen is gewoon heel erg duur. Ik kreeg gisteren een aanvraag van een gemeente die zegt van joh, we hebben gevraagd van kunnen jullie dit allemaal fixen? Ik had een onderzoek gedaan, er kwamen wat issues uit en toen kwamen ze op 40 uur uit. En ja, dat is best wel een groot bedrag. En toen ben ik gaan kijken en toen bleek dus dat die website al 3 of 4 jaar oud was. Dus ik heb ook geadviseerd van joh, kijk wanneer je deze website gaat vernieuwen. Of dat er een nieuwe website komt, want anders ga je nu heel veel investeren in iets wat volgend jaar misschien weggegooid wordt. Hou er expertise bij. In de tijd dat ik ambtenaar was, zat ik bij de services webrichtlijnen, gaf ik ook altijd dit advies van haal er expertise bij. Alleen hoefde ik toen dat WC1 verhaal er niet bij te houden, want ik was ambtenaar, dus men kon mij niet inhuren. Maar nu ben ik wel inhuurbaar, alleen ik zit echt overvol, dus dit doe ik dus niet om reclame te maken voor mezelf. Ja, wordt er een huisstijl gebouwd? Denk aan de huisstijlkleuren. Ik heb gisteren weer een designer heel erg teleur moeten stellen, omdat er allerlei kleuren niet voldeden. En terwijl hij dacht dat hij het zo goed had gedaan. Maar gelukkig was dat het allereerste ontwerp. Weet je wel. Als je helemaal aan het begin bent, dan kan je nog heel goed spelen met kleuren. En dan krijg je aan het eind van de rit niet dat je achteraf kleuren moet gaan aanpassen. Als je achteraf kleuren moet aanpassen, wordt het altijd lelijk. Of bijna altijd. Ja, ook als in het design, als je verder gaat, laat altijd controleren. Als er in het design iets staat waar iets interactiefs of dynamisch in zit, vraag dan altijd, wat is hier de bedoeling van? Moet het uitklappen? Moet het uitvouwen? Moet het opspringen? Weet ik veel wat.
Want je moet op een gegeven moment ook weten hoe het bediend moet worden met het toetsenbord. Ja, dus ook in de gebruiksinterface. Leg het desnoods helemaal vast wat er precies moet gebeuren. Dat je met een entertoets iets opent en dat er met een kruisje iets gesloten kan worden. En dat er met een escape ook gesloten kan worden. Nou, aan de opdracht geef ik altijd het volgende door. Als ze een bouwer zoeken. Wat ik veel hoor is, ja, wij voldoen. En dan gaan ze ermee aan de slag en dan blijkt ze helemaal niet te voldoen. Meestal als ze vragen van, joh, is dit een goede bouwer? Dan zoek ik naar de developers en dan ga ik op LinkedIn zoeken en ik zoek naar toegankelijkheid, accessibility. En ik kijk of er een match is tussen de naam en de personen die in dat bouwtraject zitten. En als ik daar nul resultaat heb, dan is de kans heel groot dat als je iets in vier weken laat bouwen, dat je nog 2 maanden bezig bent. In dit geval heb ik zelfs een project waar men al 3 maanden bezig is om alles toegankelijk te krijgen achteraf. Omdat er gewoon vooraf een bouwer was ingehuurd die eigenlijk geen idee had wat toegankelijkheid was. Ook dit soort kreten van wij bouwen altijd al toegankelijk. Of de ergste is dat er dan een bedrag wat 2 keer zo hoog is in rekening wordt gebracht om het toegankelijk te krijgen. Dat betekent dus dat er waarschijnlijk toegankelijkheid bij een bouwer nog niet helemaal in de genen zit. En ik vind ook dat, natuurlijk mag je iets extra's vragen voor toegankelijkheid, want het is ook extra werk. Maar probeer de kosten te verdelen en probeer ook eens dat stuk wat je investeert. Dat is ook een soort, kan je ook zien als training. En doe dat niet altijd over de rug van de klant. Nou, tijdens de bouwfase is het ook altijd, ik werk in een paar projecten mee. Eigenlijk werk ik daar niet in mee, maar ik zorg ervoor dat ik eens in de week langs zo'n team loop. En wat gebeurt er dan? Dan steekt iemand zijn hand op. Joh, ik heb nog een vraag over 2 grafiekjes die ik met elkaar wil vergelijken, maar ik begrijp niet hoe ik dat op moet lossen. En dan gaan we samen zitten en dan gaan we er naar kijken. En als ik zin heb, geef ik antwoord hoe je dat op kan lossen. En stel vragen. Dus als je op het moment dat jij een hele rare knop moet bouwen, haal er een expert bij en vraag even van ja, ik ga dit bouwen, maar waar moet ik allemaal aan denken? En dan heb je in 5 of 10 minuten heb je advies. En dat scheelt je achteraf een heel hoop uitzoekwerk om het alsnog goed te krijgen. En als het over content gaat, zorg ervoor dat de webredacteuren ook training hebben gevolgd. Want anders heb je straks een hele toegankelijke site. En dan gaan ze bullets aanmaken met minnetjes en harde enters. En ze maken kopjes met vet in plaats van dat ze een H1, H2, H3 gebruiken in de code. Zorg ervoor dat ze dat allemaal ook in de smies hebben en weten hoe ze dat moeten publiceren. En als er opgeleverd moet worden, maak afspraken met een onderzoeksinstelling. Dat kan de opdrachtgever zijn, maar de opdrachtgever kan dat ook bij de bouwer neerleggen. Zorg ervoor dat het door een externe partij onderzocht wordt, zodat je zeker weet dat wat je opgeleverd hebt ook echt toegankelijk is. Nou, vragen. Ja. En kom je ook wel eens bij designconferenties? Ja, te weinig. Ja. Te weinig. Ja. Mensen, dat zou wel heel cool zijn. Ja, designers zouden er zou meer aandacht bij moeten zijn. Want dat zou wel heel mooi zijn. Want dan. Want nu merk je heel vaak dat developers al aan de slag zijn met kleuren. En dat die nog de kleuren moeten gaan aanpassen. En eigenlijk wil je dat gewoon voor zijn. Anyone? One more question? Well, apparently that was very insightful, so as there is no question. Thank you so very much for joining us today. It's an absolute pleasure to have you with us.
Very relevant topic indeed, and I think like everyone who was working long enough with Drupal do know that accessibility is always like a little bit pain point, like a pinky, like tiny finger that you hit with the furniture every now and again. Yeah. Anyways, so friends, I would like to thank you once again for joining us. So thank yeah, you. Yeah, thanks for having me here. And I would ask everyone to kindly walk out to the outside, because that is time for the group photo. So guys, please make sure to be quarter to four outside for the group photo.